Als voorlaatste de duurzaamheid van die helofytenfilters. Ja. Ik had daarnet al even aangegeven dat die helofytenfilters dat die broeikasgassen kunnen uitstoten. CO2 sowieso, maar in sommige gevallen dus ook methaan en N2O. Maar aan de andere kant, die helofytenfilters die verbruiken veel minder energie dan een klassieke waterzuivering. Dus daar compenseren we al. Die planten die nemen voor een stuk CO2 op uit de lucht, leggen dat vast in de biomassa. En wat we ook heel vaak zien uit de levenscyclusanalyses, dat is dat als we dat decentraal gaan toepassen, dan sparen we ook heel dat rioolnetwerk uit. En dat vertaalt zich eigenlijk ook in een veel lagere CO2-uitstoot. Dus samengevat, en dit is onderzoek van collega's van de Universiteit van Barcelona. Zij hebben een actief slipsysteem vergeleken met een constructed wetland.